Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over diepveneuze trombose, vaak DVT of trombosebeen genoemd. We gaan het hebben over de trias van Virchow, de symptomen, de behandeling en preventie. Deze video borduurt verder op het filmpje over bloedstolling, mechanisme en antistolling. Van trombose weten we dus al wat het betekent, een bloedstolsel. Diepveneus is een verwijzing naar de plek waar we ze nogal eens zien ontstaan, in de onderbenen. In onze benen hebben we oppervlakkige venen en diepe venen. En je raadt het al, een diepveneuze trombose zit dan in de diepe venen. Ook kan een ontsteking van een oppervlakkige venen, dit noemen we dan trombofluebitis, zich uitbreiden tot in de diepe venen en zo een DVT veroorzaken. Maar klassiek gezien ontstaat een DVT in de diepe venen van een onderbeen. Diepe venen lopen tussen de spieren door. En met elke spierbeweging pompen we het bloed verder. En door de klepjes kan het bloed maar één kant op, richting het hart. Hier heb ik een vene getekend. Hier is een trombus aanwezig met eritrocyten, trombocyten en fibrine. Drie factoren die leiden tot een trombus noemen we de trias van Virchow. 1. Beschadiging van de binnenwand van een vene. 2. De verhoogde stollingsneiging van het bloed. En 3. Een lagere stroomsnelheid van het bloed. Beschadigingen kunnen worden veroorzaakt tijdens een operatie, een intraveneuze toediening van medicatie en ook kan een bestaanstrombus de vatenwand beschadigen en zo een nieuw trombus veroorzaken. Een verhoogde stollingsneiging kunnen we zien bijvoorbeeld bij kanker, het gebruik van de pil, na een operatie, na een bevalling, bij roken en bij aangeboren stollingstoornissen. Een lagere stroomsnelheid zien we als de pompfunctie van de spieren is afgenomen. Dit kunnen we dus zien bij mensen die bedlegerig zijn, mensen met een verlamming en bijvoorbeeld bij lang stilzitten, zoals een lange vliegreis. Dit kan dan leiden tot trombusvorming en zo tot een DVT. De symptomen van een DVT zijn een pijnlijke en gezwollen kuit die warm aanvoelt en er rood uitziet. Het komt ook voor dat er geen symptomen zijn. Of dat er alarmsymptomen zijn, zoals pijn op de borst en benauwdheid. Dit gebeurt wanneer er een stuk van de trombus afbreekt. Dit noemen we dan een embolus. Dit is een levensgevaarlijke situatie. Met de kennis van het bloedstelsel is het makkelijk te redeneren waar dit stelsel terecht zal komen. Via de venen in de benen, naar de vena cava inferior, naar het hart en dan naar de longen. We zien dus dat een embolus in de longen kan vastlopen. Dit noemen we dan een longembolie. Dit is een hele ernstige aandoening waar patiënten aan kunnen overlijden, omdat het bloed geblokkeerd kan worden en dat zorgt ervoor dat er geen bloed meer naar de longen kan. En dus dat er 1. Een hele hoge druk ontstaat waar het hart moeite mee heeft. 2. Dat er geen zuurstof opgenomen kan worden en geen CO2 kan worden afgegeven. En 3. Dat het longweefsel zelf niet meer genoeg zuurstof krijgt en afsterft. Dit noemen we een longinfarct. De symptomen van een longembolie hebben we net ook al besproken. Pijn op de borst, met name bij inademing, en benauwdheid. Bij een kleine longembolie komt de embolie ergens ver in de longen terecht, waarbij het overgrote deel van de longen gewoon nog kan functioneren. De meest ernstige vorm van longembolie heet een ruiterembolus, waarbij een grote embolie beide longen afsluit. Je snapt dat dit een levensbedreigende situatie is, waarbij iemand in een reanimatiesetting terechtkomt. Dan komt de diagnostiek. We doen een risico-inschatting op een DVT en een longembolie met de Wells-score en door een D-dimer te bepalen in het bloed. Dit zorgt ervoor dat we niet iedereen met pijn in de benen aanzien voor een DVT-patiënt. Hierdoor kunnen we de aanvullende diagnostiek gerichter inzetten bij patiënten waarbij het echt nodig is. Wells-scores zijn risicofactoren die we in de anamnese kunnen vragen of bij het lichamelijk onderzoek kunnen zien. Het D-dimer is een afbraakproduct van fibrine. Dus wanneer er een trombus of embolus aanwezig is, zal er D-dimer aanwezig zijn in het bloed. Een verhoogde D-dimer helpt ons niet heel veel verder, want elk korstje zal een verhoogde D-dimer veroorzaken. Maar als de D-dimer echter niet verhoogd is, kunnen we er zeker van zijn dat er geen trombus aanwezig is in het lichaam en dat er dus ook geen DVT zal zijn. De D-dimer heeft dus een hoge sensitiviteit. De diagnostiek die we dan vervolgens inzetten is een echo van de venen.
Hierop kunnen we dan de trombus zien zitten en dan is de diagnose gesteld. Vanwege het gevaar op een longembolie wordt ook laagdrempelig een CT gemaakt van de longen. De medicamenteuze behandeling bestaat uit anticoagulantia. In het begin wordt meestal gekozen voor een injectie met heparine, met daarna orale vitamine K-antagonist, oftewel coumarine-derivaat. Dat zijn middelen zoals acenocoumarol en fenproquimon. Afhankelijk van de situatie en achtergrond van de patiënt moet hij of zij deze medicijnen nog een tijd door blijven gebruiken, met een duur ergens tussen weken en jaren. Andere behandelmethoden kunnen zijn de trombolytica, om het stolsel te kunnen oplossen, of het plaatsen van een filter in de vena cava, waar de embolie kunnen worden opgevangen voordat ze in de longen terechtkomen. Ook kan de trombus of embolus operatief worden verwijderd. Zoals altijd gezegd wordt, is voorkomen beter dan genezen. Dus doen we aan preventie bij DVT. Blijven bewegen is hierin heel belangrijk, om te zorgen dat de pompfunctie van de spieren goed blijft werken. Tijdens vliegreizen zou iedereen elke 2 uur even een stukje moeten gaan lopen. En bedlegerige patiënten kunnen enkel bewegingen maken, het liefst elke 30 minuten. Hierdoor gaat de kuitspier aan het werk en blijft het bloed niet al te lang stilstaan. Verder wordt vaak in het ziekenhuis preventief anticoagulantia voorgeschreven aan bedlegerige patiënten. Op het moment dat patiënten weer uit bed kunnen en een beetje kunnen bewegen, kunnen deze middelen dan weer gestopt worden. In deze video heb je geleerd over de diepveneuze trombose. Je kent de trias van Virchow en hoe dit kan leiden tot trombosevorming. Verder weet je wat een embolus is en dat een longembolie een levensbedreigende aandoening kan zijn. Je weet welke diagnostiek we kunnen doen, welke behandeling we geven en hoe we de kans op een DVT en longembolie kunnen verkleinen. Bedankt voor het kijken!